Wat voor mannen val jij? Stoer, gezellig. En ze moeten in ieder geval werken. Ik kan niet tegen. Nou, ik heb ook wel eens een heel leuk type gehad. Ja, maar ik heb geen baan. Dan was ik er al klaar mee. Knapte ik zo af. Ja, begrijp ik. Dat komt omdat je. Ik ben als kind zijn ook altijd zo hard gewerkt. Ja. Ik werk in een boekhandel, bollen gepeld, lelies gerooid. Ik heb in een kapsalon gewerkt, ik heb in een snackbar. Ik heb alles gedaan, een krantenwijkje gedaan. Dus dat zit er heel erg in. Dus als ik dan een gast heb, dan denk ik, oh, die is leuk, die heeft alles. En dan hoor ik en denk, ja, maar ik heb alleen geen baan. Of even denk ik, oh, die heeft geen baan, wegwezen. Ja, nou, oké. Okay. Waar ben je nu met een vaste man? Nee, ik heb helemaal niets vast. Maar heb je dan genoeg verzetjes? Ja, verzetjes. Nou, ik vind het zacht uitgedrukt, hoor. Ik heb een weiland achter. De pony laat de grazen meiden, daar weet jullie alles van. Nee? Jullie liggen toch buiten de trainingsuur ook met jullie hakken in de lucht, of niet soms? Alleen maar. Lagen altijd zo, want onze hockeyspelen zo. Ja, ze deden buiten de hockeywedstrijd ook nog een wedstrijd synchroonvinger en die hebben ze allebei gewonnen. Ja. Het kan toch niet dit, jongens? Dit is toch geen tv? Dit komt toch allemaal jouw mond in? Ja, maar ja, jullie dagen mij uit, want jullie maken slechts in mij los. Goed, tijd om iets anders los te gaan maken, namelijk de spieren. Terwijl de meiden zich omkleden, begint Gerard vast met zijn eigen warming-up. Gaat die goed? Lig je lekker? Goed zo. Oh, wat duurt het lang. Terwijl we ook kracht aan doen boven. Zijn die ongesteld geworden of zo in de tussentijd? We zijn nou warm. Moet er even naast komen liggen. Heb je al warming up gedraaid? Ja, hebben we allemaal gedaan. Oh, goed. Gerard daagt Ellen en Naomi uit voor een wedstrijdje hardlopen. Grote vraag is, hoe lang houdt onze Gerard vol? Nou, lopen meiden, want het gaat weer nergens over, zie ik al. Zullen we eventjes in ieder geval beginnen op 10 kilometer? Nou, we beginnen gewoon even lekker. Hij is stuk, joh. Ik ga weer op 12, godverdomme. Ze zijn slecht. Een stukje op. Nou, dames. Wat dit hebben we wel. Oh. Zal ik even lekker naast deze jonge man liggen? Heb ik tenminste nog een beetje motivatie? Hier! Papa! Ja. Je bent okay. Jij op, dan gaan wij even douchen. Nou, dat vind ik echt een ontzettend goed idee. Ik vind echt helemaal. Mijn mat ligt hier. Hey, jullie hebben helemaal mijn mentaliteit overgenomen. Even. Vond ik wel heel goed gedaan, hoor. Goed gedaan, girls. Hey, We gaan ons kleden. Trek wat leuks aan. We hebben een verrassing voor je. Trek wat leuks aan.